Armoede leidt niet alleen tot groot ongemak, maar het maakt het democratisch gehalte van het land ook armoedig. Zo sprak Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, gisteren in de Nationale Assemblée. Hij vindt dat armoede leidt tot normvervaging en kan leiden tot het afglijden van de Surinaamse samenleving. Rusland staat erop dat de regering, met alles wat haar ten dienste staat, dit probeert te voorkomen. De ontwikkeling van de wisselkoers en het effect daarvan op de SRD baart de parlementariër enorm veel zorgen. De daarmee gepaardgaande daling van de koopkracht heeft een enorme verarming teweeggebracht bij de burgerij. Niet alleen de waarde van het salaris, maar ook pensioenen, uitkeringen en jarenlang opgespaarde fondsen zijn in één klap veel minder waard. Burgers die tientallen jaren hard gewerkt en dachten van een welverdiend pensioen te kunnen genieten, realiseren zich nu dat ze ander werk moeten gaan doen. Of bijklussen, of steun zoeken bij de familie. Voorzitter, de gestadig stijgende wisselkoers is niet de oorzaak, maar het gevolg van een aantal factoren. We kunnen andere noemen factor het gebrek aan vertrouwen. Bedrijven en burgers hebben door de opgedane ervaring geen vertrouwen in de SRD. En zetten zo gauw ze kunnen hun SRD's om in US dollars of euro's. Het imago van een verkwistende regering moet worden omgebogen. Niet door mediacampagnes, maar de waar nodig de tering naar de nering te zetten en het voorbeeld te geven. Rusland haalde verder aan dat er in Suriname niet genoeg wordt geproduceerd en geëxporteerd om vreemde valuta te verdienen. De president liet bij de DNA-vergadering van dinsdag weten dat Suriname sinds begin dit jaar meer heeft geïmporteerd dan geëxporteerd. Rusland noemt deze informatie van de president alarmerend en staat er daarom op dat het beleid wordt omgebogen om de randvoorwaarden voor investeringen te creëren. Heden ten dagen hebben commerciële banken bijna geen SRD's om kredieten te verstrekken. De president vermeldt zelf dat de ruimte om kredieten te verstrekken wordt verkleind. Aangekondigd is ook dat de rente verhoogd zal worden. Hoe gaan de productiebedrijven dan investeringen kunnen plegen? De regering gaat het kind met het badwater weggooien, meneer de voorzitter. De president heeft aangekondigd dat de beschikking voor bedrijfsmiddelen op 7 april 2023 vervalt en dat er nieuwe richtlijnen gaan komen. Een bankier zei recentelijk in het nieuws dat bij zijn grote bank slechts 20% van de kredieten gaat naar productiebedrijven. Is het regeringsbeleid erop gericht om dat verder te verminderen? Rusland benadrukte dat het enorm belangrijk is om de productie te gaan stimuleren door de import van productiemachines vrij te stellen van invoerrechten en BTW. Het kredietfonds dat in februari van dit jaar is ingesteld, is volgens Rusland te beperkt.